hebben al lang moeten werken om deze productie te kunnen krijgen. Die teksten, die muziek. We hebben een fantastisch decor in huis gehaald. Frank, het hele creative team. Mooi werk, goed werk. Het gaat goed. Bedankt daarvoor. Hou de spirit positief. Maak er iets moois van. En ik ben ervan overtuigd tot een hele goede première. Dank je. Schitterend. Heel knap. Impressionant. Waanzin. In alle opzichten fantastisch. Prachtige cast, mooi decor, ontroerend. Zo'n bom energie op die scène. Ik heb zelden zo'n professionele musical gezien in België. Ik heb echt de West End in Gent gezien vandaag. Ik ken die jongens allemaal, toch veel, van The Sound of Music. En ik zie ze zo evolueren. En ook hun stem. Ik ben daar fier op. Het was zo fijn om die terug te zien, zoveel jaren later. Zoveel gegroeid, ook die staan echt op die scène. Volwaardige acteurs, echt. Die zijn het gewoon. Die kleine Oliver, dat is gewoon Oliver. Die een Artful Dodger, dat is... Je komt op en je heeft zoiets van... Oh, publiek, ik kan al een inpakken. Klaar. En hij doet het gewoon. Goed gedaan. 1000 mensen moeten kiezen, 120 kinderen overgehouden. 3 ploegen van 40. Veel werk. Maar ik moet eerlijk zeggen, er is zoveel talent bij die gasten. Zeg, ik hoor hier alleen maar, ik vond het super, ik vond het geweldig. Ze zongen supergoed. Wat doet dat met jullie? Dat is een fantastisch gevoel dat ze allemaal zeggen, ja, echt. Wat vonden jullie er zelf van eigenlijk? Ha, ja, de show was super, denk ik toch. Het was leuk, hè. De kop is eraf. De last is van onze schouders gevallen. Het was een zeer mooie première. Ja, ik ben heel blij met de première. Het was spannend. Een beetje toch... Het in je broek doen eigenlijk, want de première dat is toch wel echt wel scary. Iedereen was zeer gewillig en zat onmiddellijk in de juiste atmosfeer en steunde ons. En ja, gevoel vanaf de eerste moment en afvoet, het applaus dat toen al losbarstte, was echt zo overweldigend. En ik had zoiets van oké, we zijn vertrokken, nu gaan we er echt, het dak gaat eraf vanavond. En het was effectief zo, het dak is echt afgegaan. Ja, het was prettig zo. Er valt 500 kilo van mijn lijf natuurlijk, want het is een zeer groot en heel zwaar machine. Maar ik ben ontzettend gelukkig en zeer trots op de cast en ook op de mensen die achter de schermen echt waar zich in het zweet werken. Want voor hen ook is het een verschrikkelijk zware productie geweest.